deze week in 1 minuut. Sexy op het stoffelijk overschot van de 44-jarige vrouw uit Den Haag heeft uitgewezen dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven is gekomen, maar zichzelf van het leven heeft beroofd. De vrouw werd maandagmorgen aangetroffen in de berm van de Lage Egge. De vriendin van Folly Strijker is dinsdag door de rechtbank in Almelo op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie eiste eerst 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op haar partner. De rechtbank vindt dat er onvoldoende bewijs is om de verdachte langer vast te houden. D66 in Deventer wil opheldering over de sluiting van de kunstijsbaan De Schech. Woensdag ging de ijsbaan dicht omdat er een onverantwoorde situatie ontstond door harde wind en slecht ijs. De 14 Twentse gemeenten willen niet dat hun politiekorps fuseert met de korpsen van Gelderland en IJsseland. Het kabinet wil dat de huidige 25 politiekorpsen opgaan in 10 regio's. De regio Twente is bang dat de slagvaardigheid door de grote afstanden minder wordt.